via een fake account van parlementariër Jennifer Vreedzam zijn er dreigementen geuit richting president Chandrika Prasad Santokhi. De parlementariër heeft intussen al aangifte gedaan bij de politie, maar zij laat het niet alleen daarbij. In een schrijven gericht aan de president vraagt zij hoe dat van cybercrime verder aangepakt moet worden. Want vandaag is het de parlementariër, maar we weten intussen in de gemeenschap dat er heel veel personen het slachtoffer daarvan zijn geworden. U hoort parlementariër Jennifer Vreedzam. Ik heb zaterdag heb ik een bericht gekregen van iemand die mij erop attendeerde dat ik vermoedelijk een FB-account heb waarop staat geschreven dat ik de president bedreig met de dood en allerlei zaken aangaande bloedbaat, etc. En ik schrok even, ik zei van nee, dat is niet mijn account, ik heb geen account. Ik heb een page. Als politica heb ik een page. Ik heb nooit behoefte gehad aan een FB-account, dus ik heb geen reden om zoiets aan te zetten. Dus die persoon stuurde me dat bericht en ik keek ernaar. En ik heb toen, ik ben op zelfonderzoek gegaan. Ik heb gekeken, inderdaad, die account bestaat er. En ik heb terstond de volgende dag ben ik geweest naar het politiebureau om een aangifte te doen. En het is behandeld geworden. En ik heb begrepen dat nu de digitale recherche toch wel wat zal gaan doen daarmee. Ik hoop het, want ze hebben mij gezegd, ze gaan mij contacten daarover. Maar intussen weet u dat we geloof vorig jaar er ook een bedreiging is geweest naar mijn adres toe. En ik heb ook aangifte daarover gedaan. Ik heb niets gehoord meer van het onderzoek. Ik had ook een brief geschreven naar de president met betrekking tot met bedreigingen van DNA-leden. Want toen die bedreiging was ook gericht naar mijn familie, dus naar familieleden van mij. En ik heb het serieus genomen en ik heb aangifte gedaan. En ik heb dan ook de brief direct geschreven aan de president om hem erop te attenderen dat DNA-leden, toen waren er ook andere collega's van mij die waren bedreigd, dat DNA-leden bedreigd worden en eigenlijk in hun functioneren worden belemmerd. En ik heb hem toen gevraagd in hoeverre het cybercrime-beleid dat eigenlijk op zijn kabinet uitgevoerd moet worden, hoe dat in elkaar zit. En ook met betrekking tot veiligheid. Hè? Het is een vraagstuk, omdat het gaat nu om Jennifer Vreedzam, maar het kan ook gaan met iemand anders. Dat kan ook iemand anders voorkomen. Heeft u een antwoord op gehad? Nee, ik heb nooit een antwoord gehad van de president hieromtrent. En ik heb dan nu besloten om dan weer een brief te sturen, een rappel schrijven, waarin dit wordt aangehaald. En eigenlijk een intimidatie is naar mij toe, omdat ga ik ervan uit dat wij in een democratische rechtsstaat zijn en dat wij ons werk als assembleelid dat ook volledig kunnen doen. En dan heb ik het over onderzoek en allerlei zaken en het controleren van die regering. Kritisch mag je zijn, dat zeg ik altijd. Het beleid kritisch begeleiden en kritisch kijken naar zaken heb ik ook gedaan bij de vorige regering. Het is niet nu dat ik het doe. Heb ik het ook gedaan. Dus dat is mijn werk. En als ik iets zie dat fout gaat of niet goed is, ga ik altijd aan de bel trekken of ik ga praten erover. Dus en mijn vraag is dan ook, worden wij als DNA-leden belemmerd om ons werk uit te voeren? En dit is een regelrechte schade aan de democratie van Suriname en een regelrechte bedreiging naar de democratie van Suriname. Want het kan niet zo zijn dat de oppositie elke keer en personen ook in de maatschappij elke keer wanneer ze een recht willen spreken of hun mening willen uiten, en het mag kritisch zijn, dan wordt je bedreigd of dan word je geïntimideerd en allerlei zaken. Dat is voor het eerst dat we dit meemaken in Suriname. En het kan niet. Ik ga het elke keer blijven zeggen.
Dit zijn de fundamenten van het staat dat eigenlijk dat ook geschaad wordt. Fundamenten van Suriname, van de staat Suriname, worden kapotgeslagen en dat kunnen we niet doen. Een burger mag geen vrees hebben, want dat wordt nu gedaan. Er wordt eigenlijk vrees ingeboezemd wanneer zulke zaken hebben. Want zodra je het ziet, dan word je angstig, ja. Toch? Want je weet niet wat er gebeurt. Je zegt van, hé, ik heb dit niet gedaan. Maar voor hetzelfde kon de politie ook voor mijn deur zijn geweest en gezegd van, mevrouw, u heeft de president bedreigd. Terwijl het niet mijn account is, toch? Dus dat zijn de zaken die spelen. En ja, er wordt vrees ingeboezemd in die samenleving. En daarom waarschijnlijk zie je dat een heleboel mensen niet reageren en iedereen een beetje stil is, maar dat mag niet. En we moeten het zeggen, en ik ga het ook blijven zeggen, het zijn deze dingen die de democratie doodmaakt. En het kan niet. We moeten doorgaan om kritisch te zijn en we moeten doorgaan om dit land vooruit te brengen, gezamenlijk. En ik ga het nogmaals aangeven, de oproep van de NDP om een nationaal dialoog aan te gaan met alle actoren om ons beleid, om onze richting te bepalen, gebeurt niet. Toch? En we zien met alle gevolgen van die, dat alleen eigenlijk één partij bepaalt waar dit land naartoe gaat. En dat kan niet. Toch? We zien een heleboel zaken gebeuren. We zien de corruptie, we zien friends and family, allerlei zaken met surfing en HPSG, constructies van hoe onze gelden naartoe gaan. Dus het kan niet, we kunnen zo niet doorgaan. En we moeten erover praten. En als de regering nu op dit moment inziet dat het niet zo door kan, dan neem maar op. Draai je boto, go in een andere richting. Maar ik zie het niet gebeuren en ik zie het erger worden. Het wordt erger. Mensen leven in armoede. De besluiten van de regering om naar IMF te gaan is een besluit die op niets berust. Gewoon omdat ze hebben besloten, ik wil niet mijn schulden betalen met alle gevolgen van die. Ik wil dit niet doen, ik ga dat niet doen. Toch? We hebben een BTW. Men heeft gezegd, het wordt uitgevoerd per 1 juni. Met IMF afgestemd zijn er een aantal zaken afgestemd. En je doet het niet. En je weet wanneer je een programma hebt bepaald en je programma hebt afgesproken met instituten van buitenaf, van internationale instituten, moet je het nakomen. En daar weer zie je de schade van onze reputatie. En mensen gaan vragen, maar had je geen data of had je niet genoeg informatie om mee te bewijzen dat het niet per 1 juni kon, maar misschien nogmaals verschoven naar 2023 of 2024. We doen die dingen niet. Er zijn zoveel blunders en fouten die worden gemaakt. En de gevolgen daarvan is voor de samenleving. Nou, uno edere in een film. Vanwege die blunders die worden gemaakt met beleid, blunders die worden gemaakt met uitvoeringsbesluiten. Gewoon zo uit het hoofd. Eén keer heb ik het hier gezegd en de voorzitter was verschrikkelijk boos op me toen ik zei, als eigenlijk een kip zonder kop rondloopt. Het was toen een heel gevecht tussen de voorzitter en ik. Maar daarover gaat het. Toch? Beleid uitvoeren. Alsof we niets hebben dan gewoon ad hoc en uit het hoofd dingen doen. Zonder gedegen onderzoek, zonder gedegen data, zonder met stakeholders te praten. Om echt te komen tot een visie. We zien het niet in vele sectoren. Volksgezondheid, in LVV. We zijn nu bezig met de wet productschappen. Mijn gunst, waar is die visie van het agrarisch beleid? Waar gaan we naartoe met de productie? Is het weer een instituut die wordt gecreëerd? Voor het monopolie, toch? Het monopolie handelen binnen de sector, de agrarische sector, dat weer een groep maar, weet je, toegang zullen hebben tot financiering, een groep maar toegang zullen hebben tot bepaalde zaken. Wat about bijvoorbeeld Para? Para is een opkomende agrarisch district. Hoe gaan we de mensen betrekken? Dus het zijn allemaal vraagtekens die de samenleving, waarmee de samenleving zit, en we maar geen antwoord op kunnen krijgen, dat we geen data kunnen krijgen, geen informatie, niets past in die hele constellatie van het beleid van deze regering, niets past. Dus ik hou mijn hoofd echt vast
dat wij echt het inderdaad niet kunnen gaan, dat we op den duur niet zullen kunnen ademen, toch? Het ademvermogen, als zuurstof, nou, dit bijna moro, toch? Er is bijna geen zuurstof meer voor deze samenleving. Het uithoudingsvermogen van die samenleving, van de mensen, toch? Agrariërs, huishouders, iedereen, alle beroepsgroepen eigenlijk het niet meer kunnen uithouden. Dus, ik weet het niet wat er gaat gebeuren. Dus nu met BTM en de internationale schade die dat ook weer aanricht, omdat dat een afspraak was met het IMF. I don't know, ik weet het niet. De gevolgen daarvan. En dan wanneer je praat, dan komt men komt jou intimideren, men komt jou zeggen dat je niet mag praten. En je steekt angst in de boezem van de mensen. Niemand mag praten, dus het kan niet. Dus we moeten stoppen en we moeten duidelijk en eerlijk zijn met elkaar. Maar ook gaan nadenken. Want het wordt een zware job voor deze puinhoop dat wordt gecreëerd op dit moment. Echt waar, een zware puinhoop. Maar ik ga u zeggen, dat zal mij niet stoppen om echt de zaken op een rij te zetten. En de samenleving op te roepen om mik de shisa ipsa, mik de ai opo voor shisa ipsa. Omdat het zo niet verder kan gaan. Als we dat niet doen, dan dragen we bij dat akondre die CEO of vadon. Als we ons niet opstellen, kritisch opstellen en duidelijk de regering opwijst dat ze niet goed bezig zijn, dan zijn we allemaal debet aan het falen van het beleid en het desastreus beleid die deze regering aan het uitvoeren is.